Hallo, vandaag met Max. Vandaag gaan we een bank overvallen. Offline is dit. En hier zo bij het roze pijltje is de bank bank. Hier zo ligt het in het uitgezoomd naast de filmzaal. Oké, ik ben hier net in mijn auto heen gereden. Kijk, deze deuropening. Hier zo. En ik heb wel een cheat aan staan. Super zout, dat je extra hoog kan springen. Dus, en die kan je wel even op internet vinden. Kijk, dit is de bank hier binnen. Eerste fase om de bank te overvallen is... Kijk, deze deur kan niet open. Dus daarvoor hebben we de super zout. Kijk, dan kan je extra hoog springen. Net ging het nog goed bij me. Hopelijk gaat ze kanker nu nog wel nog een keer doen. Nee, weer. Sorry, ik moet even mijn wapenbeet pakken, want iemand zit achter me aan. Oké. Het is moeilijk. Yes, kijk, we zitten nu erin. En ik pak... Ik kan, als ze maar bommen heeft, dan zijn alle wapens goed. Toen niet per se dit wapen te zijn. Kijk, deur 1 is open. Deze deur naar de kluis is nu open. Moet je naar beneden lopen. Dan kom je hier zo bij de grote kluis. Moet je daar boven in de hoek schieten. Dan heb je die elektriciteit dingen gezien. Pak je het andere wapen. Schiet je er even één keer op. Dan gaat die open. En misschien heeft de bom ook al gewerkt dat deze open gaat. Ja, dan gaat deze al open. Deze moet je wel weer zelf even opnieuw bommen. Kijk, die is er ook weer open. Kijk, maar hier hoort normaal de money te liggen. Ik heb het nog niet zo... Ja, kijk, ik heb het nog niet zoals je ziet. Of het was gewoon 10.000 euro dat ik al had opgeraapt. Maar zo overval je die bank dus. En als je er weer uit wil, loop je gewoon weer zo terug door de kluis. Als de kluisdeur dichtvalt, maakt niks uit. Je kan het van binnenuit open doen. Als je het maar hebt opengemaakt. Deze staat gewoon nog open. Maar één ding, deze kan je niet openmaken. Ik heb even wel de politie weggecheat. Deze kan je niet openmaken. Deze moet je gewoon weer overheen springen. Maar zo overval je de bank dus. Dus doei!